Vandaag gaan we laten zien hoe je met zand kunt verven. Of hoe je eigenlijk met een tekening kunt inkleuren met zand. We hebben hiervan het merk van Red Castle. En Red Castle setjes bevatten allemaal op elkaar afgestemde kleurtjes. Een thema hier bijvoorbeeld voor een mandala. En er zit ook een tweezer bij. Een tweezer is eigenlijk gewoon een pincet. Dus daar kun je de stickertjes mee verwijderen. En op die manier kun je je eigen kleurplaat inkleuren. Lynn is net begonnen met eerste randjes. Die heeft ze met de pincet eraf gehaald. Alle randjes. En die is nu begonnen met zwart het in te kleuren. Je begint altijd met de allerdonkerste kleur. Zodat hij het minste mengt met lichte kleuren. Dus dadelijk alle lijntjes zwart zijn. Dan kan Lynn verder gaan met het inkleuren van in dit geval de dolfijntjes. Deze mandala's die zijn verkrijgbaar bij trendyspeelgoed.nl. En gebruiken we ook voor het maken van, het doen van workshops. Je kunt ze ook gebruiken voor kinderfeestjes. En allerlei leuke, vrolijke knutsel- en creatieve activiteiten. Dus, sand painting sets van Red Castle.